Een Wimpod en Dragonite V. Oh, die is ook heel tof. Er zit als het goed is ook een promo kaartje in van Mew. En dat vind ik best wel tof. Want die zit meestal niet in zo'n ETB. So let's see. Idee, ik ga meestal voor welke kaarten mooi zijn. En eventueel veel waard. Oké, dit zijn de sleeves. Nice. Dan hebben we natuurlijk zo'n mooi kaartje. Kijk, dit is... Oh, kijk nou hoe tof deze kaart is. Dus dit is die promo kaart van Mew. Kijk hoe tof. Heel mooi kaartje. Die moeten we wel even sleeven trouwens. Okay. Mewtwo gaat in een Mewtwo sleeve. Zo. Ah ja. Dan hebben we natuurlijk onze pakjes. Daar gaat het om. Er zitten altijd energies in en munten en dat soort dingen, maar die boeien niet zo. Oh, alle pakjes zijn hetzelfde, joh. Oké. Okay. Oh ja, we hebben natuurlijk de V-Star munt. Oké, we hebben dus 10 pakjes, dacht ik. Of 8. Nee, 8, hè. 9. We hebben 9 pakjes. Ik dacht dat er 8 pakjes in zaten. Oké, 9. We got an energy. Chansey. Ik ga even mijn scherm erachter uitzetten, want hij verlicht iets te veel. Oké. There you go. Steelix. Xatu. Charm. Oh, deze is wel cute. Look at the Charmin. Ibe. Natu. Pop. Ratata. Een Reverse Holo Sylveon. En... Oeh, Lapras. Oeh, gelijk Holo Lapras. Don't mind if I do. Het leuke van deze kaart is dus dat er ook een Ditto in zit. Ik hoop dat ik wel een Ditto krijg. Ik zie een Pikachu. Look at the Pikachu. It is adorable. Pika pika. Precies. Oké. Okay. Energy. Pokestop. Oké, dat is wel leuk. Een Camperon. Xatu. Oh. Pika. Oké, wacht. Pika. Jij mag hier voor good luck. Oké, Pika. There you go. Squirtle is ook leuk hoor. Meltan. Bidoof. Magikarp. Reverse Holo Mortarion. Het is maar een Reverse Holo, maar toch. Oeh, Venusaur. Oeh. Holo Venusaur. Fucking ziek. Ik weet ook eigenlijk niet of deze set überhaupt spoilers heeft. Maar, qua die kaarten, maar. Alright, we got a Water Energy. Sandela. Ivysaur. Spark. Magikarp, another one. Ik vind die art van Magikarp trouwens wel tof. I like it. Apop. Meltop. Another Squirtle. Tankwell. Een Apop. En... Oeh, Blastoise, baby! Blastoise. Oké, we hebben een Venusaur en een Blastoise. Nice. We gaan natuurlijk sowieso voor de Charizard. Charizard zijn altijd het meest waard. Over het algemeen in sets. Dus daar gaan we natuurlijk voor. Oh, we beginnen met een V-Star. V-Star. Cinderella. Een Slowbro. Pupitar. Oh, ik zie een randje. Fuck. Ik zie een randje. Lavitar. Apop. Spinarak. Wimpod. Rattata. Cyndia. En... Woe! Conkeldurr. Het is niet de mooiste Pokémon, maar hé. Hey, een V-card niet... Een gegeven V-card moet je niet in de bek krijgen. Laten we heel eerlijk zijn. Prima kaartje. Energy.
Charmeleon, Rare Candy, Wartortle, Bulbasaur, Onix, Bibarel, Bidoof, een Slowpoke. Ah, kijk nou hoe die Slowpoke ook met zijn staart in het water zit. Geweldig. Natu en Melmetal. Oeh, Melmetal vind ik wel tof. Zitten er überhaupt geen ook laatste kaartjes in die niet holo zijn? Want ik heb het gevoel dat er altijd een holo in zit. Ik ben alleen niet zo heel bekend van deze pack. Ik heb ook nog steeds geen Ditto. Dat is ook wel jammer. Ik wil ook een Ditto. Oké. Lure. Nog een Charmeleon. Pupitar. Ho. Twee tegelijk. Sunko. Bulbasaur. Natu. Slowpoke. Ebipop. Een Pupilar. En een Galassipod. Holo. Not bad. Waar zijn al die V's? Of een V-star kaartje of zo. It's another Pika. Alright. We got an energy. Volgens mij zie ik een randje. Blanche. Solrock. Egg Incubator. Pika. Die mag bij de andere Pika. Squirtle. Wimpod. Lavitar. Nummel. Iwe. Oeh! Mewtwo V-star. Oh, die is vet. Die is heel, heel vet. Kijk, Pika for good luck, jongens. Pika for good luck. Oh, die is heel vet. Die is heel, heel tof. Het is echt een heel mooi kaartje. Ja, Pika voor geluk, hè. Nog twee packjes te gaan en dan zijn we alweer klaar. Vind ik altijd jammer, hoor. Hoeveel pakjes je ook hebt, je gaat er altijd snel doorheen. Ik had na een tijdje geleden een boosterbox. En nog had ik echt het gevoel dat ik er zo snel doorheen ging. Ah ja. Energy. Charmeleon. Wirecandy. Wartortle. Apom. Redicate. Nummel. Tankrill. Lavitar. Wimpod. En... Oh, Dragonite V! Oh, die is ook heel tof. Wauw, die is ook heel tof. Je hebt nooit genoeg pakjes. Nee, precies. Die is ook echt heel mooi. Ja, er zitten zeker wel goede pakjes in. Er. Not bad, not bad. Ik heb alleen volgens mij nog steeds geen Ditto. Dus in dit pakje moet wel een Ditto komen, jongens. Kom op. Energy. Blends. Aridos. Dos. Incubator. Lavitar. Ratata. Spinarak. Not a Pikachu. Pikachu for good luck. Wimpod. Oh! Pikachu! We hebben... Reverse Holo Pikachu. Oh! En Sil... Oh, die is ook wel leuk. Het is geen full art of een V, maar hij is wel leuk. Ik hou van Sylveon. Sylveon is leuk. Ik ga Pikachu ook even sleeven. Want dat is Pikachu. Maar we hebben geen Ditto. Dat vind ik sad. Want deze set staat bekend omdat er dus in die reverse holo's kan dus een Ditto tussen zitten. Maar die heb ik niet. Dus that's sad. Maar op zich, de reverse holo's zijn ook wel tof. Deze art van Eevee is ook wel heel erg leuk. Deze Pika is wel echt leuk. Ik heb deze ook in Pokémon Go. Super leuk. Oké. De drie Pika's. Pikachu, Sylveon, Dragonite V, de Mewtwo V-Star, Galaspod, Melmetal, de Conkeldurr, Blastoise, Venusaur, Lapras en de Mewtwo Promo Cards. Promo Cards zijn altijd goed.